zitten wij in Alkmaar bij de IPABO, want we zijn hier voor het techniektoernooi. Wat jullie nog niet wisten, is dat Sophie eigenlijk een kandidaat is. Heb je er zin in? Ja! Let's go! Onze school is niet de enige school die meedoet. Er zijn scholen uit heel Noord-Holland. Er zijn dus heel erg veel verschillende inzendingen. Misschien hebben we helemaal geen kans. Misschien wel. Van onze school doen er 3 groepen mee. En dit is groep 4. Vind je het spannend? Ja. Waarom vind je het spannend? Omdat misschien gaan we winnen, misschien wel. Misschien niet, misschien wel. En hoe ging het? Goed. Denken jullie dat jullie de hoogste score hebben? Ja. Heel erg veel vertrouwen in deze groep. Dit is groep 5-6 met een waterklok. De jury komt zo bij hen langs. Heel spannend. Zoals in jullie? Daar komen ze aan. De bel zit er. Ja, als je helemaal zo komt, dan komt je op de bel en dan gaat de bel af. We hebben al van 3 tegenstanders gewonnen, want die hebben bijna geen belletje gerinkeld en anders waren ze wel heel laat. De jury komt bijna langs bij onze groep. Het wordt super spannend. Hoe ging het? Het ging eigenlijk best wel slecht. De knikkers werken niet echt mee. Ben je trots op alle groepen van Neptunus? Ja, ik vind het te gek vandaag. Want we hebben hier heel lang aan gewerkt. We zijn voor de herfstvakantie zijn we al begonnen. Met de startles voor alle kinderen in alle klassen. En vandaag is de finale. En als nou zie je wat er allemaal werkt en wat er nog net niet werkt. Dat blijft natuurlijk heel spannend tot op de laatste minuut als de jury ernaast staat. Maar heel erg leuk om hier rond te lopen en ook alle andere ideeën te zien van de andere scholen. De jury is bij iedereen langs geweest. Nu is het een kwestie van tijd. Het is zenuwslopend. Helaas, op deze categorie hebben we niet gewonnen. Maar er zijn nog 2 categorieën over. Yes! Neptunus heeft een prijs! Dit gaat om spanning. Dit is de laatste prijs die ze uitgeven. Hebben we gewonnen? Hebben we niet gewonnen? Wie weet. Ah, jammer genoeg heeft groep 8 niet gewonnen. Maar we hebben wel in ieder geval 1 prijs van groep 6. Creatiefste prijs. Gefeliciteerd! Ja. En zijn jullie trots op jullie zelf? Ja. 200 euro hebben gewonnen en dat staat hier op de achterkant. En ja, we zijn heel blij. De winnaars zijn bekend! Groep 5 heeft gewonnen. Met de creativiteitsprijs. Jammer genoeg heeft onze groep niet gewonnen. Volgend jaar opnieuw proberen? Nee, dan ben ik van school af. Doei!